We lopen vandaag van Ter Aar via Papenveer naar Langeraar en weer naar Ter Aar en dan naar Nieuwveen. Dus we doen een hoop dorpen aan. We gaan. Dag 3 van de wandelvierdaagse begint bij het gemeentehuis in Ter Aar. Met een maximum aantal deelnemers neemt Nederlands jongste burgemeester het voortouw. De 33-jarige Van Duin heeft het zichtbaar naar zijn zin. Ja, bevalt heel goed. Het is prachtig weer. Het is een prachtige omgeving en het is heel leuk om zoveel mooie gesprekken te voeren onderweg met mensen die ik eigenlijk nog niet of nauwelijks ken. En dat bevalt heel goed. Is het zwaar? Het eerlijke antwoord of het antwoord voor de camera? Nee, het valt mee. Het is goed te doen. Ik moet niet te lang stilzitten tussendoor, want dan voelt het allemaal wel een beetje stram. Maar verder is het goed te doen. Ja, voor die alternatieve vierdaagse. Lopen jullie hem verder? Ja. Oh, ja, wij ook. Gezellig, hè? Ja. Ook de Poolse Mateusz heeft zich via Facebook opgegeven om een etappe mee te lopen met de burgemeester. De beheerder van een Ter Aarse camping is enthousiast over het initiatief. Ik vind het wel een leuk idee. En ik vind het leuk te wandelen. Is het goed? Zegt u eens iets in het Pools tegen de burgemeester? To dobry człowiek. Het is goed man. To dobry człowiek. There is some kind of energy in his eyes. That positive energy that you can see when you first look into his eyes. Yeah. Er is natuurlijk heel veel afgelast. Allemaal leuke evenementen, een braderie, een kermis, een koningsdag, een bevrijdingsdag. En dat zijn juist de momenten waar je als burgemeester ook op een informele manier met inwoners kunt praten. En dat haal ik er in ieder geval een beetje mee in, ja. Gewoon het informele, het ongedwongene, gewoon ontspannen met elkaar in gesprek. Okay. Hoi.